Vandaag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats. Ook in de gemeente Oldebroek. En wij van Locourant rijden een rondje door de gemeente om eens even te kijken bij de stembureaus. En we mogen de stemgeheimen natuurlijk niet prijsgeven. Dus we doen wat algemene vragen over de situaties op stembureaus. De mensen die daar zitten hebben vast hun verhalen te vertellen. Is de opkomst hoog? Moeten er nog meer mensen opgeroepen worden om te komen stemmen? Vindt u dat stemmen eigenlijk belangrijk? Daarvoor kunt u straks onder dit item reageren als het op social media is. Als het op tv is, kan dat helaas nog niet. Maar dat zal de toekomst ons leren. De verkiezingen, ze zijn belangrijk. We gaan de stembureaus langs in de gemeente Oldebroek. En we gaan horen hoe de sfeer ervoor staat in Oldebroek. En morgen weten we dan hoe de sfeer ervoor staat in Nederland. Nou, we staan bij het stembureau in Wees bij het Dorpshuis. Bij me staat Henk Kemp. Ben je voorzitter van dit stembureau? Ja, voorzitter van het stembureau, ja. Hoe loopt het vandaag? Het loopt als een trein. Het is vanaf 7:30 is het eigenlijk alleen maar doorlopen. Dat gaat prima. 7:30 was ook de eerste hier al aanwezig. Dus dat is mooi. En het blijft doorlopen. Dus dat is heel goed voor deze verkiezingen. Ja, wij proberen als loco ook even semi-live video's te maken over de verkiezingen. En ik weet dat je als stembureaulid geen oproepen mag doen, maar in het algemeen over de verkiezingen. Het gaat ergens over. Wil je dat mensen nog oproepen om toch te gaan stemmen? Ja, mochten mensen eventueel zelfs nog twijfelen van zal ik wel gaan of überhaupt heeft het wel zin? Dan is het alleen maar de oproep, ja het heeft zin en ja het is heel erg belangrijk dat iedereen ook inderdaad gebruik maakt van zijn stemrecht. En hoe loopt dat voor jullie als stembureauleden? Wat wordt er van jullie eigenlijk vandaag allemaal verwacht? Wat moeten jullie doen? Nou, wat we doen is natuurlijk controleren, identificeren van de mensen inderdaad als ze een stempas hebben. Nou, dat is allemaal logisch en die hebben ze thuis gekregen. Die komen hier zo. Je controleert eventjes of hun rijbewijs of paspoort of dat niet verlopen is. En voor de rest faciliteren gewoon dat de mensen kunnen stemmen. Dat betekent voor jullie eigenlijk de hele dag werk, want jullie moeten vanavond waarschijnlijk ook de stemmen gaan tellen. Nou, in principe is het zo dat iedereen natuurlijk de hele dag voor het stembureau beschikbaar is. Maar in de loop van de dag heeft iedereen in het rooster een aantal uren dat hij eventjes vrij is. Want anders zou je van 7:30 tot waarschijnlijk vanavond 12:00 op datzelfde stembureau zitten. Nou, dat is ook niet te doen. Dat is ook niet goed voor de concentratie. Dus ik denk dat het goed is ook dat we inderdaad voor een aantal uren worden afgelost. Maar vanavond om 9:00 is iedereen hier maximaal aanwezig. Want dat stemmen tellen, dat gaat allemaal met de hand gebeuren weer. Dat kost heel veel tijd. Dus de uitslag hoeven we vanavond eigenlijk niet te verwachten in Nederland? Nou, in Nederland durf ik niet voor te zeggen. Maar mijn ervaring is, en ik heb al heel wat stemmingen meegemaakt, dat zeker dat met de hand stemmen en als de opkomst zo hoog is, dan kan het zomaar 11:30, 12:00 worden. Oké, nou bedankt voor de tijd die je steekt in het stembureau en bedankt voor dit interview. Graag gedaan. We staan op het stembureau in Oldebroek dit keer en tegenover me staat Jochem van Dijk. Hoe is de opkomst vandaag in Oldebroek? Heb je al een beetje beeld van? We staan hier dus rond het middaguur. Ja, het is behoorlijk druk geweest vanochtend. We hebben nu 503 bezoekers gehad vanochtend die een stem hebben uitgebracht. Van de 1700 die hier zijn aangemeld. Ik verwacht dat het een aardig komt. Ja, er kunnen ook mensen van andere stembureaus kunnen hier ook komen. Klopt. En dat gebeurt ook hoor, zeker vanuit de gemeente zelf. Er zijn een aantal mensen aanwezig op de GLO die komen hier stemmen. Maar ook mensen die hier op vakantie zijn, zoals Haarlem gezien, uit de Dordrecht, die dus ook hier verblijven. En dan met een kiezerspas hier hun stem uitbrengen. Dat kan, omdat het landelijk is. Ja. Dan weet ik dat u hier ambtenaar bent op het gemeentehuis, maar doet u dit werk vaker, stembureau lid? Ik heb het in het verleden een aantal malen gedaan in Oosterwolde, stembureau Oosterwolde. En dit is eigenlijk weer de eerste keer in 5 jaar dat ik dit weer doe. Ja. Nou, voor de mensen thuis wellicht ook goed om te weten, maar moet je ook ergens aan voldoen als je op stembureau werkt? Niet specifiek, maar je moet wel vooraf een test doen, opleiding, echt zo'n training. Dat je een beetje weet van nou, wat wordt er verwacht, wat zijn de regels, wat mag wel, wat mag niet. En dat het goed verloopt. Ja. Ja, en heeft u nog een oproep voor de mensen in het algemeen? Ik weet dat u geen voorkeursoproep mocht doen, maar wij maken een item om de verkiezingen vooral onder de aandacht te brengen. Ik vind het wel belangrijk dat mensen gebruik maken van de stemrecht. Maakt mij niet waar je op stemt, daar heb ik geen mening over. Maar wel dat mensen stemmen. Als je niet stemt, dan heb je verloren. Dus stemmen is wel belangrijk. Ja. Ja. Nou, dan dank ik u voor het interview en ik wens u veel succes, want u hebt waarschijnlijk nog druk vanavond, u moet ook tellen. We gaan ook nog om 9:00 tellen, ja. Dus dat wordt een latertje. Ja. Nou, dus het is echt een verkiezingsdag voor u. Ja, ja.
Een lange dag. Ja, prima, dankjewel. En ik had willen zeggen, we staan op stembureau De Hulle, maar ik werd al gecorrigeerd. We staan op stembureau Baken in Oldebroek. En bij me staat Chris. Chris, hoe loopt het hier? Ah, het loopt hier prima. Een mooie opkomst. Het is eigenlijk druk. De tijd gaat snel, dus dat is altijd mooi. En de opkomst is al voor jullie gevoel hoger of zit je hier niet vaker? Ja, ik zit hier wel vaker. Ja, de opkomst is heel mooi, maar veel beter dan bij het Oekraïne-referendum. En het loopt gewoon echt lekker rustig door. Het is ook niet super druk dat je heel lang moet wachten, maar het stroomt mooi door. We zitten nu op dikke 20%. En we hopen dat we in ieder geval dik boven de 70 komen, misschien de 80% wel halen. Zo, dat zijn mooie aantallen. Ja. Of we dat landelijk halen is dan maar weer afwachten, maar Oldebroek doet zijn best dus. En je hebt ook nog een bijzonder stembureau-lid, had ik gehoord. Ja, Anneke. Dan moet ik even denken. Ja, Anneke en Henk, ik had begrepen dat die dat zoveel jaar getrouwd zijn. Ik kan Anneke zo nog wel even vragen, maar het is leuk dat Anneke hier zit en haar man zit in Wezenbop stembureau op hun huwelijksdag. Dat is wel bijzonder. Ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Ja. Ik heb haar net gefeliciteerd. We hebben al gebak gekregen, de slingers hangen. Ja. En het is wel heel bijzonder dat ze zo hun burgerplicht voldoen, zeg maar. Dat ze zelfs op een trouwdag hier nog op het stembureau zitten. Ja, hart voor de democratie heet dat. En ik heb nog een vraag aan je en ik weet dat we niks mogen roepen voor partijkleur of wat dan ook. Maar we maken deze videosessie om mensen te wijzen op de verkiezingen en de democratie. Wat is nog je oproep voor de mensen die eventueel denken, ik laat dat ding in de krantenbak liggen? Ja, dat zou ik ontzettend zonde vinden. Je hebt gewoon een stem, die kun je gebruiken. En eigenlijk vind ik zelf dat het eigenlijk je plicht is om te stemmen. En dat je gewoon moet komen. Eigenlijk. En ook al zou je hem alleen maar in de bak doen en je zet er niet eens wat op, dan heb je in ieder geval gezegd van nou, ik kom wel, maar ik vind alle partijen niks. Maar het mooiste is natuurlijk dat je echt bewust voor een partij kiest. En ik zou zeker gebruik maken van je stemrecht. Want ik vind een opkomst moet eigenlijk rond de 80% liggen. Anders dan kun je van allerlei dingen eromheen gaan verzinnen dat iets niet een goede uitslag is of zo. Maar als je 80% haalt, dan weet je gewoon dat je heel veel mensen hebt gehad en dat het een goede afspiegeling is van de bevolking. En dat hoort in een democratie, denk ik. Ja. Ja, ik heb net de lijst ook even bekeken. Als mensen zeggen, ik weet niet waar ik op moet stemmen. Er is genoeg, hè? Nou, het wordt een blad papier wat je hier krijgt. Er zijn 27 partijen op, dus dat is wel heel veel. En ja, je zou zeggen, voor elk wat wils. Ja. Hoe kijk je vanavond na 9 uur sluit het stembureau? Dan moeten alle leden hier zijn, heb ik begrepen. Dan moet er geteld worden. Hoe lang denk je dat jullie daarover gaan doen? Ja, daar heb ik geen idee van. Want ik kom nog uit het tijdperk van dat we nog wel met de stemcomputer mochten stemmen. En dan was het een druk op de knop en dan rolde het strookje eruit. Ik heb geen idee hoe lang het gaat duren. Ik ga het even vragen. Ja. Wat denk je, hoe lang duurt het? Heel lang. Ja, en wat is heel lang? Nou, het zou wel tot 11:30 duren. Dat betekent dus dat we 2,5 uur aan het tellen zijn. Nou, ik wens jullie daar allemaal veel succes mee. Ook de stembureauleden aan de overkant. En dan gaan wij verder naar het volgende stembureau. Veel succes vandaag. Prima, dankjewel. We staan in het dorpshuis De Heert in Oosterwolde in het stembureau. En we spreken met Dick Bikker. Goeiedag. U bent lid van het stembureau. U bent zelfs voorzitter van het stembureau. Heb ik voor de Kamer. Hoe loopt het in Oosterwolde met stemmen? Het is nu, kwart voor één. Wij zitten nu op een opkomst van ongeveer 25%. Zit u hier vaker? Heeft u een beetje een beeld, een verwachting? De verwachting is dat het wel tussen de 85% en 90% zal gaan komen. Maar goed, de piek is altijd zo tussen 5 en 7. Ja, dan moet u nog tot 9 uur vanavond doorzitten en daar komt de teller erachteraan. Ja. Ja. Ja, en de teller, dat zal, gelet op de grote flappen die er dit keer zijn, zal toch gauw een 1,5 uur duren, denk ik. Dus dat is, U zit hier nu met 3 stembureauleden en als het goed is heeft u 6 stembureauleden delegat. Ja, er zijn dus 6 leden. In de loop van de dag wissel je elkaar af, maar dan vanavond met tellen zijn er alles is. Ja, ik had ook begrepen dat het landelijk mogelijk is dat andere mensen komen helpen tellen, toch? Er zijn wel gemeenten waar ze dat doen, maar hier is ervoor gekozen om dat met 6 mensen te doen. Ja, dus u heeft nog een lange dag voor de boeg, maar voor de democratie. Ja, nee, dat is... je begint morgens al om 6:30, moet je op het gemeentehuis zijn om de spullen op te halen en straks de spullen weer terugbrengen. Dus dan wordt er nog dicht bij 12:00. Ja, en... U heeft
hier de hele dag dan gezeten, maar heeft u nu al een beeld dat er ook mensen van andere stembureaus hier naartoe komen? Of is dat dan in Oosterwolde juist heel erg rustig? Ja, in Oosterwolde hebben we hier een paar mensen uit een ander stembureau van Oldebroek. En we hebben 3 kiezerspassen, dus dat is niet veel van buitenaf. Dat prima. Nou, dank u wel. Ik wens u vandaag veel succes. Ja, u ook met het programma. We staan in het Grindhuis op het Loo, het stembureau, en we staan bij Gijs van der Brink. Gijs, hoe loopt het op het Loo? Nou, ik kan wel zeggen dat het heel goed verloopt. We zijn vanmorgen om 7:30 gestart. En ik heb niet eerder meegemaakt dat er voor 7:30 kiezers waren in het stembureau. Ik ben hier nu 10 jaar werkzaam als voorzitter of lid van het stembureau. En voor het eerst moest ik kiezers even laten wachten om te kunnen stemmen. En de opkomst tot nu toe, heb je daar een beeld van? Want als je hier nogal 10 jaar zit, heb je toch een redelijk beeld. Ja, dat beeld dat stemt mij hoopvol. Dat wil zeggen, ik verwacht dat er een hoge opkomst zal zijn. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat er dus al heel vroeg stemmers waren. En aan de andere kant ook, ik zie ook dat vanuit het vakantiepark veel mensen die daar op vakantie zijn ook hier hun stem uit kunnen komen brengen. En dat zijn er ook meer dan anders. Dat werkt ook anders, hè? Die hebben dan niet een normale stempas om in een andere gemeente te stemmen, toch? Dat klopt, die moeten in hun gemeente toestemming vragen voor een kiezerspas. En die kunnen met die kiezerspas bij ons, buiten hun eigen gemeente, komen stemmen. En ik heb vanmorgen plaatsen voorbij zien komen als Spijkenisse, Amsterdam, Nieuwegein, Almere. Ja. Oh, dus hoop te doen op het Loo dus. Nou ja, nou, je kunt wel zeggen dat uit alle hoeken van het land, want ik heb nog, ben nog vergeten te noemen Goes en Enschede, dus je kunt echt zeggen dat ze uit alle hoeken van het land, uit alle windstreken van Nederland hier hun vakantie doorbrengen. We maken een item wat we vandaag ook publiceren, en dat gaat ook om juist aandacht voor het stemmen te krijgen. Wil ik nog vragen om een stemoproep, maar ik begrijp natuurlijk dat ik niks mag vragen over partijkleuren of de andere richtingen. Maar wat adviseer je als stembureaulid of als mens voor de kiezers die denken, ik laat het ding in de krantenbak liggen? Nou, ik roep iedere stemgerechtigde Nederlander en iedereen die in ons land woont en stemgerechtigd is op om zijn of haar stem uit te brengen. Prima, dan dank ik je en dan wens ik je veel succes verder met het werk met je team en vanavond bij het tellen. Dankjewel, veel succes met jullie uitzending. En we staan in het stembureau Vredeskerk in Wezep tijdens de verkiezingen van de Tweede Kamer 2017 met Henk van Bergijk, zojuist uit het stemkantoor getrokken. Hoe loopt het hier? Nou, het loopt bijzonder. Ik had puzzelboekjes bij me en een krant bij me. Ik heb er geen enkel ogenblik naar kunnen kijken. Het is gewoon continu doorgelopen. En ja, mijn gevoel zegt dat we behoorlijk meer hebben dan in 2012, de vorige Tweede Kamerverkiezingen. We zaten nu al op 550. We sturen het ook rond aan elkaar, de aantallen. En om 12 uur waren wij tweede van alle stembureaus. Dus de opkomst is lekker? De opkomst is goed. Ik moet wel zeggen dat dit stembureau een beetje vreemd in de wijk zit. Op 150 meter hiernaast moeten eigenlijk mensen al naar de Uilenhorst. Nou, die komen natuurlijk allemaal hier naartoe. Dus we hebben heel veel mensen vanuit het stembureau 9, wat naar Uilenhorst zou moeten stemmen, dat komt hier naartoe. Maar, dus de opkomst is hier eigenlijk een beetje vertekend hoog. Ja, je hebt al vaker op een stembureau gezeten. Hoe werkt dat eigenlijk? Ben je daar lid van geworden of word je daarvoor gevraagd? Nou, op een gegeven moment als je in de gemeenteraad zat, daar zit ik in sinds 1999. Ik denk dat ik toen in 2000 gevraagd werd van, nou, wil je dat doen? En toen werd het eigenlijk wel verwacht dat, dat ze het allemaal deden, want alle raadsleden deden dat. Dus sinds 2000, 2001 heb ik eerst in Hattemerbroek in de Bouwakker een aantal jaren met veel plezier gezeten. Daarna nog in de Kruiskerk en uiteindelijk hier in de Vredeskerk terechtgekomen. En is er nog iets wat je, kun je zo naar binnen of moet je een cursus volgen? Je moet toch best wel wat weten als je hier op stembureau zit? Ja, nou goed, door ervaringen dat al die jaren heeft gedaan, heb ik natuurlijk nog wel een beetje kennis ervan. Maar er is een digitale cursus mogelijk, die wordt je aangereikt voor die tijd, een paar weken van tevoren. En die kun je volgen. Er zijn allemaal situatieschets van wat is hier verkeerd, wat gebeurt hier anders. Nou, voor de voorzitter, ik ben dan voorzitter van het stembureau, zitten nog een aantal extra vragen in. Nou, als je die allemaal gedaan hebt en onder de knie hebt, dan ben je weer aardig bij. Er zijn niet dat het elk jaar of totaal nieuwe vragen komen. Dat gebeurt eigenlijk niet. Het is
Ja, je moet erop letten wat identiteitsbewijzen, hoe dat werkt, volmachtbewijzen. Het is allemaal eventjes voor ons ook weer nieuw, want dat doe je ook niet elke dag. Maar met een boekje erbij en je hebt een helpdesk, je kunt meteen bellen. Vanmorgen hebben we ook nog even gebeld of dat iemand met een volmachtbewijs, of dat hij nog zich moet identificeren. Nou, dat hoefde dus op dat moment niet. Dus dat komt gelukkig niet zo vaak voor, maar dat was even weer nieuw. Maar dan bel je even en dan heb je meteen het antwoord ook. Zonder dat het stembureau in één keer vol loopt met mensen die in één keer niet meer kunnen stemmen. Zo is het ook weer niet. Ja, dat loopt goed. Dus vanavond na 9 uur nog even een volgende opdrachtje, de stemmen tellen? Nou ja, dat kun je dan wel vergeten. Het zullen er hier denk ik zo'n 1200-1300 stemmen zijn die geteld moeten worden. Dat zijn enorme velle papier dit keer. Je zag het ook al aan de stembussen, we hebben er nu 2. Nou, de eerste zit eigenlijk al vol, er kan er bijna niks meer in. En dat betekent, dan hoop je altijd maar dat gelijk de eerste keer het aantal stemmen wat uitgebracht is, wat je dus al nu al weet, want dat noteer je, dat kloppen wat in de bus zit. En dat die over de partijen ook goed verdeeld zijn. En als het in één keer goed is, dat scheelt dan een heel stuk, want dan hoef je alleen maar te kijken van wie staat op nummer 1, op 2 en 3 van die partijen. Dus dat vraagt dan ook wel weer tijd, want het zijn flinke lappen. En als je partijen hebt waar dan misschien een paar honderd stemmen op uitgebracht zijn, ja, dan ben je wel eventjes schuiven en zoeken en dan de aantallen noteren. En dan, ik hoop vanavond zo rond 11 uur, 11:30 toch wel de spullen weer in te kunnen leveren in het raadhuis. Dus. Nou, bedankt dat je hier wil zitten en bedankt voor het interview. Graag gedaan. Veel succes vandaag nog. Dankjewel. En dan staan we in Hattemerbroek in het stembureau en bij mij staat... Margriet Huizenga. U heeft al vaker op een stembureau gewerkt? Ja, dit is, ik weet niet hoeveelste keer, iets van 5 of 6. Ook voor het referendum. Het was erg rustig, bijna slaapverwekkend. Dat is vandaag wel even anders, ja. Ja, dat is ook het mooie dat u die ervaring al heeft. Wat is uw beeld vandaag van de opkomst? Ja, behoorlijk goed. Het loopt wel bij vlagen. We zeggen dan, het stoplicht staat weer even op groen. En dan is het ook weer een poosje vrij rustig. Maar over het algemeen is dit tot nu toe wel de drukste verkiezingen die ik heb meegemaakt hier. Ja, leuk. En hoe is uw positie eigenlijk bij het stembureau gekomen? Want je bent niet in, het is geen werk. Hoe komt u hier eigenlijk? Ja, ik geloof dat er een keer een oproepje stond op de website of in de krant, dat weet ik niet meer. En toen heb ik me opgegeven. Dat is al jaren geleden. We woonden hier nog niet zo heel erg lang. En toen hadden ze me niet nodig, maar op een of andere manier werd ik een aantal jaren later toch gevraagd om bij het stembureau te willen komen werken. En ik vind het wel heel erg leuk. En wij maken een item en we proberen niet mensen op te roepen om op bepaalde partijen of zo te stemmen, dat soort beïnvloeding. Maar als stembureaulid, wat zou u zeggen tegen mensen die denken, ik laat het papiertje mooi in de krantenbak liggen. Ze doen maar zonder mij. Ik zou zeggen, probeer toch een keus te maken. Altijd. Het is hier een land waar je vrij mag kiezen en... je mag gewoon je mening uiten. Er is ook enorm veel keuze in partijen. Verdiep je er even in. En breng je stem uit. Dat zou ik toch altijd tegen iedereen zeggen. Dat is goud waard dat wij hier in Nederland zo mogen kiezen. En dat het ook zuiver en eerlijk toegaat. We hoeven niet bang te zijn voor chantage, voor fraude of wat ook maar. Dus stem. Nou, dank u wel. Dan wens ik u nog heel veel succes, want uw dag zit er nog lang niet op. U mag nog tellen tot 1 uur of 12 vanavond. Oh ja, make my day. Dat zal het wel worden. We gaan ervoor. Oké. Okay. Dank u wel voor dit interview. Ja. We staan bij het stembureau De Kruiskerk in Wezep en bij ons staat de baas van het stembureau, burgemeester Adriaan Hogedoorn. We hebben overal al een beetje gevraagd hoe het loopt. Dan heb je ook al een beetje een beeld hoe de opkomst tot nu toe is? Ja, goed. Ik was hiervoor, hoe laat was dat? Goed 2:30 met de Pauluskerk. En dan zaten ze bijna al op de 50%. Dus dat wordt volgens mij, dat zou me niet verbazen als het een recorduitslag wordt qua opkomst, althans. Dat zou mooi zijn. En bent u hoofdstembureau, mogen we dat zo noemen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar nooit zo heel erg in verdiep in die titels die daaraan gekoppeld zijn. Maar ik geloof wel dat het zoiets is. Ja. Dus dat betekent voor u ook dat u verantwoordelijk bent voor alle processen die verlopen in alle stembureaus? Klopt, daar heb ik ook wel contact over. Peter Borst op het gemeentehuis is degene die verantwoordelijk is voor de ambtelijke coördinatie van het geheel. En ik heb al een paar keer met haar contact gehad over, als hier staat op een stembureau en een vraag is van, kan dit wel, kan dit niet? Dan hebben we even contact. En we houden ons wel uiteraard toch wel letterlijk aan de instructies die de wet ons geeft. Daar kun je niet mee marchanderen.
En hoe komt u eigenlijk aan de stembureauleden? Want het zijn geen mensen die een jaar op een baantje zitten te wachten als één dag stembureaulid. Waar komen die vandaan? Ik moet zeggen dat er al heel veel zijn die het al jarenlang doen. Dus we hebben eigenlijk een lijst van mensen die als het ware vast in beeld zijn voor ons om dit te doen. En ik geloof dat we de afgelopen deze keer ook alweer een oproep hebben geplaatst voor mensen die de belangstelling voor hebben. Dus zo nu en dan hebben we weer wat aanwas nodig, maar dat is eigenlijk nooit een probleem. En vanavond, de stemmen moeten na 9 uur, kan er niet meer gestemd worden, moeten stemmen geteld worden. Het zal wel 1 uur of 12 worden voordat de boel is opgeteld met al deze formulieren. Hoe verloopt het proces daarna? Het wordt pers, stembureau wordt het geteld. En dat wordt dan per stembureau ook ingeleverd op het gemeentehuis. En daar wordt het bij elkaar gebracht. Wordt allemaal geregistreerd per stembureau en ook het collectief. En er wordt een procesverbaal van opgemaakt en daar mag ik dan mijn handtekening onder zetten. En dan gaat het morgen naar Arnhem. Ja, nou, prima. Dan hebben we dat proces mooi duidelijk. Wat wij op alle stembureaus wel hebben gevraagd om te voorkomen dat mensen partijen oproepen deden. Maar over het algemeen, wij willen deze film nog publiceren. Juist met aandacht voor de verkiezingen. Waar zou u de mensen willen oproepen die denken, ik laat hem wel in de krantenbak liggen, dat formuliertje? Oké. Kijk, Nederland is van ons allemaal. Zoals we hier wonen, is ons land. En dat heb je gisteravond ook kunnen zien ook met het debat, het slotdebat voor de verkiezingen. Er zijn heel veel hele belangrijke thema's. Of het nou gaat over migratie of over onderwijs of over klimaat, noem maar op. Er zijn heel veel belangrijke thema's. En het is gewoon belangrijk dat mensen hun stem laten horen. Ook al geeft het misschien soms een gevoel van onmacht. Hè? Want ja, wat is nou één stem? Het gaat voor mij net zo goed. Ik heb ook maar één stem, niet meer. Maar het is goed als we daarmee betrokkenheid laten zien op ons land. En dat we ook ons laten horen van hoe we in het leven staan. Wat we van de vraagstukken vinden. En dat we vandaag is toch wel de dag van de democratie. De dag waarop we onze stem kunnen laten horen. En het is juist mooi als de uitkomst ook gepaard gaat met een hoge opkomst. Want welk uitslag ook je hebt, als dat gekoppeld is aan een opkomst van 50%, dan heb je toch een gevoel van, is dit nou wat we in Nederland vinden? Ja. En als de opkomst toch ruim boven de 70% gaat worden, wat ik wel hoop, zo rond de 75%, dan heb je toch een gevoel van, dit is wel inderdaad wat we in Nederland met elkaar vinden. En dat moet dan vervolgens vertaald worden natuurlijk in beleid op landelijk niveau. Maar dan heb je wel een goede weergave van wat er in de samenleving leeft. Dus vandaar dat het echt de moeite waard is om vandaag die stem uit te brengen. Nou, dank u, dat lijkt mij een mooi slotwoord voor ons videoproduct van Locorant. Dank u en ik wens u veel succes vandaag. Ja, ik moet zelf mijn stem nog uit gaan brengen. Ik heb besloten dat pas aan het eind van de dag te doen, zo tegen 9. Want dan heb ik namelijk het gevoel dat ik de doorslaggevende stem heb. Oh, dat had ik ook al. Maar dat is een grapje uiteraard. Nou, hartelijk dank en veel succes vandaag. Dank u.